Donda Koster als secretaris en ondergetekende als penningmeester heet ik u allen van harte welkom. We zijn hier bijeen om te vieren dat de Hofjeskrant al 10 jaar achtereen is uitgegeven. Willem Brandt heeft in 2008 de stoute schoenen aangetrokken om periodiek de Haarlemse bevolking gratis deelgenoot te maken van het wel en wee van het fraaie hofjesleven in Haarlem. Wie kent ons Willem niet in de mooie stad Haarlem? Vaak is hij te zien. Op zijn karakteristieke hofjesfiets, weer of geen weer, wordt door hem de vooral door Willem geproduceerde Hofjeskrant telkens weer in een oplage van ongeveer 10.000 stuks per keer rondgebracht. Het is hulde aan Willem en een diepe buiging voor hem, samen met zijn genoemde vaste mensen Kees en Alex, in de hoop dat de stichting de Hofjeskrant nog lang in de benen mag blijven. En graag vraag ik dan ook een warm applaus voor Willem en zijn makkers. Daar gaat hij op zijn grote fiets, onze Mr. Hofjeskrant. Met zijn tomeloze energie nog lang niet opgebrand. In een hofje, bofje, maar toch hoeft hij er niet in. Hij heeft genoeg aan zijn Hofjeskrant en die gemeenschapszin. Blijf nog lang verhalen schrijven, Willem, en wat vaker een gedicht. Zo zing je naast de hofjes. Ook jezelf, wanneer je leeft. Uitreiking van het cadeau ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Hofjeskrant. Daarvoor mag ik uitnodigen de voorzitter van de Stichting Haarlemse Hofjes, de heer Lieve Zoosma, en onze burgemeester, de heer Jos Wiening. Dames en heren, beste Jos, dan mogen wij nu het tegeltableau aanbieden aan jou voor 10 jaar Hofjeskrant. En mijn collega's vanuit het bestuur, Willem en Jan, gaan dat, omdat het best wel even iets weegt, voor je aan het voeren. Dat de mier mag ook nog staan. Nee, maar waarom niet? Nee. Ja. Dat wil ik. Hallo, goed zo, ja. Dat die Hofjeskrant 10 jaar lang al bestaand, daarin ook een eigen bijdrage levert aan het beleven van die hofjes. Dat vind ik bijzonder, vind ik ook heel erg passen bij Haarlem. En dan komen zoveel dingen bij elkaar, dat denk ik toch fantastisch, dat wij gewoon een paar Haarlemse zang- en pianokunstenaars speciaal voor deze gelegenheid hun eigen lied horen zingen, een hofjeslied. Dat hier dit geschenk wordt gegeven aan de stad en dat past ook weer zo fantastisch, want deze stad hangt vol met mooie gevelstenen, met heel bijzondere plekjes. En dit speciaal, ik zou zeggen oud-Hollandse kunst, maar dan op moderne wijze vormgegeven, dat past heel erg goed en dat voegt weer iets eigens toe aan het straatbeeld van Haarlem. En laten de hofjes daarvan symbool zijn en blijven. We zijn er trots op, we zijn er blij mee en ze onderstrepen. Haarlem is een stad om trots op te zijn en een stad waar de mensen op elkaar geven. 23.